Deze nieuwsuitzending die gaat over geloof, moraal, de onderbouwing daarvan. Ik denk geloof en moraal. Ah, misschien nog een woordje erbij. Het is een belangrijk ding. Om te beginnen bij het woord geloven. Zeggen mensen van ja, okay. Ik geloof dat Piet in de keuken is. Dat betekent dat ik het niet zeker weet. Is het waar dat tante Gerda naar de markt is geweest? Ik zeg nou, ik geloof het wel. En dan blijkt tante Gerda helemaal niet naar de markt te zijn geweest. En dan zegt iemand tegen jou, ja maar jij geloofde dat ze naar de markt was geweest. En dan kan jij zeggen, ja ik geloofde het maar. Ik wist niet zeker. Dat is een inhoud, een intentie, met een ja, I en T en dan een ten met een C. Dus niet de intentie, maar intentie. Hij spreekt het zelf uit. Dus het woord geloven, dat heeft meerdere intenties. Namelijk, ik weet het niet zeker. En de andere betekenis van geloven is dat je het zeker weet. Heb je het weten? Zo dachten mensen heel lang te weten dat alle zwanen wit waren. Dat was kennis. Want ja, elke zwaan die je zag, ja, dat was een witte. En toen kwamen we in Australië terecht en toen bleken er ook zwarte zwanen te wonen. Wat bruin-zwart. Die zeiden, hoe? Zwanen zijn helemaal niet wit. Nee, dat dacht je te weten. Er zijn nog meer dingen die wij weten. En ja, de empirie, de waarneming is daar. Ja, die kan altijd weer wat toevoegen. Dus mijn moeder die gaat heel vaak naar de dokter. En, haar bloedijzergehalte, dat was aan de lage kant, dat zat buiten de band. Nou, iedereen heeft wel een beetje verschillende waarden qua bloedijzer. En die arts zei van, nou, dat kan niet langer zo. Hier moeten we ingrijpen. Mijn moeder die krijgt van die ijzerpillen. En die wordt met partijtjes ziek, jongen. Zo niet gelijk hoor, niet na de eerste pil, maar... Na een aantal dagen. En dan was ze weer terug bij die man. Zij zei, nou, ik voel me zo verschrikkelijk slecht. Oh, zei die man, ja, ja. Ja, er is misschien niks aan de hand. Dus nou, even volhouden, weet ik. Want ja, je bloedijzergehalte is wel erg laag. Nou, die klachten werden alleen maar erger. Nou, toen zei die man, die dokter. Zo'n dure jongen hoor, van 5000 euro in de maand. Wat hij netto mee naar huis brengt. En die zeiden we, nou ja, weet je wat... als proefje gaan we even stoppen met die pillen. Dus mijn moeder stopt met het innemen van die pillen. En die klaart zien de ogen op. Dus een week later weer naar de dokter. Nou, zei de dokter, ik voel mijn kip lekker. Oh, zei die man. Ja. Nou, die man dacht het dus te weten dat zij pillen moesten slikken. Hij wist het niet zeker, hè? Nee. Hij trok zijn mening weer in. De verklaring daarvoor is trouwens erg logisch. Dus als mensen een inflammatie hebben, een ontsteking, salmonella-uitbraak. Dan komt het lichaam daartegen in verweer en die werken met de techniek van de, nou, noem het nou, de verbrande aarde. Dat is een oorlogstechniek. Maar Napoleon zich lelijk en heeft vergist. Die Russen die trokken zich terug en die staken al die dorpen en steden in de hens. Ja, dat oprukkende leger heeft dan ja, niks. En dat doet het lichaam ook, met name met het verhogen van de temperatuur. Dat noemen we koorts. Koorts moet je ook nooit bestrijden. Dat is het allerdomste wat je kan doen. Dus als je koorts hebt, dan moet je lekker warm aankleden. Zorgen dat je ja, Nou, dat je het hartstikke heet hebt. Ik bedoel, je lichaam is aan het stoken en dat helpt een beetje mee. En het is om die indringer die je hebt, om die het leven zuur te maken. Nou, als je dan de temperatuur kunstmatig omlaag gaat brengen, ja, dan denkt die indringer van, oh, nou, het gaat wel weer. Ja, dan gaat dus die infectie niet voorbij, of inflammatie of ontsteking. Nou, een andere manier is om het ijzergehalte in het bloed te verlagen. Maar de vis die vent kent ik niet. Dat heet dan weten. Nou, geloven is een heel ander domein. Het geloof zegt zoveel als dat het meetbare, de empirie, de ervaring, dat die wordt veroorzaakt door iets wat je niet kan ervaren, wat je uitsluitend kan vermoeden. En dat weet men al best een tijd hoor, dat er dat heet dan een schepper. Dat er een oorzaak is voor alles, voor het geheel. De wet van oorzaak en gevolg, daar volgt dat uit. Nou, en wat is dan de oorzaak van het waarneembare? Nou, dat kan niet iets waarneembaars zijn. Want wat is dan de oorzaak van dat waarneembare? Dus het moet iets per definitie onwaarneembaar zijn. En in de Bijbel wordt dat genoemd God. Of Elohim. En dan zeggen veel mensen, ja, maar de Bijbel, daar kreeg je alleen maar ruzie van. Nou, daar gaan we het zo dadelijk over. Misschien wel dat het wordt moraal, geloof, moraal en bijbelruzie. Er is heel veel bijbelruzie. Dat is zonde. In 1611 is er een Engelse bijbel op de markt gekomen. Die kostte een godsvermogen. Er stond gelijk aan de kosten die je had om een werkster, of een werker, een huishouder, een jaar lang in dienst te hebben. Dat is een jaarloon qua kosten van een werker. Dat was gelijk aan de inkoopprijs van een Bijbel. 1 exemplaar. En die Bijbel heet de King James, of de Koning Jacobus op zijn Nederlands. Maar hij is in het Engels, dus de King James. Ik heb er een aan mijn dochter gegeven. Die keek heel raar. Oh, wie is dat nou? Nou, zei ze, nou misschien dat ik hem nog een keer gaan lezen. Ja, ze is pas 19, dus wat zou je opschieten joh. Ik kan de Bijbel altijd nog gaan begrijpen als je 99 bent, toch? Nou, en in 1637 is daar vanuit de Republiek der Nederlanden 7 provinciën, denk ik. Zo. Is daar een Nederlandse versie van op de markt gebracht. En die 2 bijbels die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke Scriptus Receptus. Dat is een verzameling boeken. En heb je de oude verzameling, het Oude Testament. Dat was geschreven in het Hebreeuws en Aramees. Een soort subtaal is van het Hebreeuws. Het lijkt heel veel op elkaar. Misschien zoiets zoals een Nederlands en Fries. Nou, Fries kan je zo verstaan hoor. Ik heb 2 zomers gewerkt op Schiermannikoog in de keuken. Nou, na een week kon ik weer alles verstaan. Jiskevet is vuilnisvat. Jiskebak is een assenbak. En jiske betekent as. En jiskevet zouden wij noemen in het Oud-Hollands een asemmer. Nou, Fries en Nederlands ligt vrij dicht bij elkaar. misschien met het Aramees en het Hebreeuws dat het ook zo is. En de nieuwe boeken, het nieuwe deel, het Nieuwe Testament. Dat is allemaal geschreven in het Grieks. Nou, daar is twee versies van. Een Engelse en een Nederlandstalige. En in het jaar 2000 is daar erin bijgekomen. En die is in het Duits. De Schlachterbibel. Nou, daar zijn ze dan. Maar tegenwoordig kan iedereen Engels. En dan pak je de Statenvertaling. Dat is die uit 1737. De Statenvertaling pak je erbij. Ik zou een King James gewoon in het Engels ook in huis willen hebben. Als ik jou. Het is altijd leuk om een beetje op te scheppen naar de familie bij je verjaardag. Heb jij de King James? Ja. Dat is toch even een boek van meer dan 400 jaar oud. Ja, niet diegene die hier om de hoek koopt, bij boekhandel De Fakkel. In de Koningsstraat. Ja, die is toen nieuw gedrukt, maar die tekst is onveranderd. En daarna zijn ze, de New King James Version, en de New International Version, en de NWT, de New World Translation. Ja, daar krijg je alleen maar hijs aan. Kijk, die omzetting van het Hebreeuws, Aramees en Grieks naar het Engels, dat is gebeurd door een team van 50 mensen in een periode van 50 jaar. Nee, overdrijf ik. 7 jaar, 5, 7 jaar. 350 manjaar. Heel zorgvuldig proces geweest. En helemaal in consensus, hè. Iedereen was het overal mee. Dat waren dan de mensen die het Hebreeuws kenden en het Aramees kenden en het Grieks kenden. Ja, dat staat er. Kijk, dat is de King James. Verder heel simpel. En tussen de King James en de Statenvertaling hebben Jörg en ik nog geen discrepantie ontdekt. Terwijl we al heel wat stukjes Genesis hebben afgewerkt. Die playlist er eigenlijk even onder moeten zetten. Dat is erg interessant. Anyway, hieronder staan ook linkjes naar de King James en naar de Statenvertaling. De kanaal van Jörg Liesman zat erbij. En wat nog meer. Kijk maar even. Het kost je een paar uur hoor, om een indruk te krijgen van wat er zoal verteld wordt. En dan nog ettelijke uren om het te bestuderen. Daar blijf ik mee bezig. En dan kun je zeggen, ja, het is maar een boek. Nou, het is niet maar een boek. De laatste hand is eraan gelegd in het jaar 100. In het Grieks was dat dan. En toen waren die andere, die Hebreeuwse en Aramese teksten, die waren al lang klaar. En die gaan er toch minimaal nog een keer 1,5 millennium aan vooraf of zo. Hè? Dus je hebt het over een bibliotheek der boeken, van boeken. Die in een periode van ja, 1,5 millennium is voltooid. Want het is dus niet zomaar een boek. Dan heb je het probleem van de moraal. Want moraal is dat wat erg belangrijk is. En staat er in de Bijbel iets van, of iets over moraal? Jazeker. Helemaal. Totaal bekend. Lees je Genesis nog maar? Ja, luister maar naar Jörg Liesman en mij. De Bijbel lezen. We zijn nou bij Genesis 7 of zo. Ja, daar staan morele uitspraken in. Doe dit wel, doe dat ook. En doe dat niet. En doe dat ook niet. Maar de vraag blijft dan, waarom niet? Vanuit het optiek dat je aanneemt dat er een soort schepper is en die staat buiten de werkelijkheid. En waarom moet je je dan gedragen? Je ziet dat de buurman zijn autosleutels in zijn Maserati heeft laten zitten. En je denkt van kom, ga even een ritje maken. Altijd willen weten hoe een Maserati rijdt. En dan rij je per ongeluk tegen een boom aan en dan zeg je tegen je buurman, hier heb je sleutels terug. En wat een kut auto's, hè? En er staat daar bij de oude berkenbossen ter hoogte van nummer 19. Het is niet moreel. Een beroemde voorbeeld van moraliteit in de Bijbel, dat zijn natuurlijk de 10 geboden. Dat is Exodus 20. Maar voor de rest, joh, als mensen met het hele concept van zo'n heel oud boek waar 1,5 millennium minimaal aan gepend is. Ja, als je dat terzijde schuift, ja, wat dan? Waarom zou je dan moreel gedragen? Ja, als de belastingdienst niet achter je aankomt en de politie weet je niet te pakken. Nou. Moet gewoon een beetje slim spelen. Kom je overal mee weg. Maar dat is onacceptabel. Want als het zo is, ja, wat heeft dan de politie voor zin? Dweilen met de kraan houden. Wat je wil is een samenleving waarin mensen allemaal, of allemaal, maar overwegen zich moreel gedragen. Heel belangrijk is respect hebben voor je ouders. Een hele moeilijke is dat ook. Voor veel mensen. En je mag niet stelen. Oh ja, en geen seks buiten natuurlijk, AUB. Waaronder ook geld. Ja, maar tegenwoordig heb je het homohuwelijk. Ja. Ja, ja. Maar dat is geen seks binnen het huwelijk. Want het huwelijk is dus een man en een vrouw. Ja, maar homoseksualiteit moet wel kunnen, vind ik hoor. Want we leven wel in 2019. Nou, er is geen bied veranderd hoor, sinds hierin. Dat is immoreel gedrag. Ja, maar homo's doen niemand kwaad. Nee, dat zal. Het is immoreel. Het gaat om sodomie. Bij een man en een vrouw, die normaal is het dan eerst leer je elkaar kennen en dan denk je, oh wat een leuke persoon. Nou, dan moet één van beiden dat initiatief nemen en die moet dan biechten. Ik denk dat ik verliefd ben op jou. En dan zegt die andere, oh, nou, jou zie ik helemaal niet staan. Nou, heb je gelijk buikpijn. De hele avond houden in je bedje. Maar stel dat die ander zegt van, oh, jij ook. Ik ben ook verliefd op jou. Nou, dan ben je verliefd. Nou, dan ga je dingen samen doen. Hand in hand over straat lopen bijvoorbeeld. Samen een ijsje eten op een zondagmiddag. En dan weer terug op de fiets. Nou, en dan krijg jij een lekker band. Nou, dan loopt zo'n fiets toch nog heel bijzonder af. Hè. Ja, en dan komt de fase dat je partner, waar je verliefd op bent, dat je die meeneemt naar jouw familie. En vervolgens ga jij mee naar zijn of haar familie. En welke volgorde mag niet aan. Even kennis maken met je ouders en je ooms en je tantes. Familiefeestje meemaken. Tante Gerda is jarig en oom Henry komt ook. Neef Piet komt en nicht Maria. Met die 2 kleintjes. Nou, dan neem je je partner mee. En dat vice versa. En dan is het ook leuk om zelf dan met z'n tweeën iets te organiseren voor beide families. Als je het geld hebt. Als je geen geld hebt, dan moet je even creatief zijn. Maak je grote pan met erwtensoep, roggebrood met katerspek. En vette mosterd. En een paar flessen witte Duitse wijn. Zo duur hoeft dat niet te zijn. Hoor. Nou, als het dan allemaal klikt, dan kan je de volgende stap gaan zetten. En dan ga je wippen de wip. Voor het eerst dus. Want je hebt iemand leren kennen. Je bent er verliefd op geworden. Die ander was verliefd geworden op jou. Dus er kwam de fase van de verloving. Dus kennis maken met die families. Nou, dan ging je neuken. Ramp het op. En dan ben je getrouwd. Dat zegt de Bijbel. Nou, niet in zoveel woorden, maar daar komt het dan op neer. Neuken is trouwen. Ja, maar dan moet je van tevoren de feest houden. Nee, dat hoeft niet meer. Mag je ook na afloop doen. Dan zeg je tegen de familie van, nou, ik ben getrouwd. Komen jullie op het feest? Ja, maar waar is dan het huwelijksboekje van de gemeente? Ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat staat helemaal buiten dit verhaal. Maar dat is de manier. Maar tussen een man en een vrouw is het... ja, is het gebruikelijk dat die man dan... Die man is meestal de kostwinner of zo. Nou, stel, die man die krijgt... die wordt verschrikkelijk ziek of whatever. Ja, dat dan wel het vermogen van die man vervalt aan zijn vriendin... en niet gaat naar de overheid voor de armenopvang. Maar dat jou en jouw vrouw dan de poen krijgt. En daar kan een contract wel handig voor zijn. Maar dat kan je ook zelf opstellen, hoor. Dat is echt niet zo'n probleem. Nu 4 exemplaren. Daar heb je helemaal geen gemeenteambtenaar voor nodig. Dat zou ik ook zelf niet doen, hoor. Dat kost alleen maar geld. Dat is allemaal idioterie. Ik heb het zelf ook gedaan, met een hele slechte afloop. En dat is dom voor mij. Dus bega die fout niet. Hou je aan die volgorde van verliefd, verloofd, getrouwd. Dat is het huwelijk. En het gaat om kinderen. En en 2 sekspartners, we kennen ook een stel, die zijn voor mij niet getrouwd. Maar zij heeft een baan, hij heeft een baan. Allebei vette banen, man. Dan draai je over 3.000, 4.000 euro in de maand. Hè. Ja, dat is wel leuk samenwonen. Maar die hebben helemaal geen kinderen, ook geen kinderwens. Nooit gehad. Ja. Maar neuken doe je in principe voor kinderen. En ja, 2 mannen die dan een seksrelatie hebben, kan financieel heel aantrekkelijk zijn. Maar daar gaat het wel niet om. Dat is totaal onbelangrijk. Je kan moeilijk na afloop zeggen als je dan 80 bent. Nou, je bent een vrouw, je hebt van dat hele dunne haar en er moet permanent in om nog een beetje een idee te geven van, oh, het ziet er leuk uit. Je gaat niet meer zo lekker ruiken. Ja, en dan denk je terug aan al die feestmaanden dat je zoveel seks had. Ja. Het hebben van seks, dat is hartstikke leuk. Maar het is van voorbijgaande aard. Niet zo belangrijk in die zin. Dingen om in de gaten te houden. Dus geen seks buiten natuurlijk. En heb je seks met elkaar, dan doe je dat voor kinderen. Nee, moraal. Dat is het punt. Als je een immorele samenleving hebt, ja, daar word ik niet leuk van. Zeker als al die mensen nog ook allemaal stemrecht hebben. Doen ze mee met het idiote feest in Den Haag. Ze hebben helemaal niks in de gaten. Toen de BTW van 19%, het hoge percentage, omhoog was gevoerd naar 21%. Heel toevallig, maar een paar dagen daarna kwam mijn moeder met haar nieuwe man. We kwamen op bezoek in Arnhem. En die waren helemaal blij, want heb je het ook gehoord? De BTW gaat omhoog. Ja, natuurlijk. Nog een sodemieter. Sodemieter. En dan ging ze dat ook nog, die BTW omhoog brengen in... Jeetje, wat een belachelijke regeling was dat, hè. Toen heb ik nog heel wat moeten programmeren, omdat ik zit in de financiële administratie business. Maar nog eens zo. Ik weet die regel niet eens meer, maar het moest heel ingewikkeld. Nou, dat knipt dan. En nu ook weer, hè, maar die hebben ze de laatste BTW-verhoging van 6% naar 9% in dat lage tarief. Ja, dat is wel een verhoging van 50%. Hè. Dat lage tarief, ja, daar zit ook een behoorlijke BTW in, hoor. Aan de opbrengsten voor de overheid. Dat wordt een beetje met 50% omhoog geschroefd. Maar lees je je Bijbel niet, of ben je niet moreel of zo? Voor een andere reden. Ja, daar heb je zoiets. En dat mijn moeder en de nieuwe man van... Oh, wat leuk. Er is een nieuwtje. De BTW gaat omhoog. Ja, dat ben ik. Nee, want dat is leuk. Dat is immoreel. Nou, waar komt moraliteit dan vandaan, hè? Als je de Bijbel niet als uitgangspunt neemt. Ja. Nou, Immanuel Kant, dat was de eerste die een antwoord gaf op het... Dat heet een ontologie. Dat is een moeilijk woord. Komt uit het Grieks. Een ontos. Dat is zijnde. Zijnsleer. De leren van het zijnde. Waar de Bijbel ook over gaat. De ontologie van de Bijbel is heel makkelijk. In het begin had je God. Ja, toen begon het gesodemieter. God staat voor het begin. Weet je wat, het begin van hemel en aarde. Ja, we zouden de Bijbel niet als uitgangspunt nemen. En Immanuel Kant was... professor. En die gaf les aan de Universiteit van Koningsbergen. Die stad met die 7 bruggen. En Immanuel Kant die gaf les in metafysica en logica. En hij gaf ook nog colleges over Italië. Dat vond hij zo'n mooi land. Maar daar was meneer Kant nog nooit geweest. Maar die colleges van hem over Italië, daar zat de hele klas zat vol, hoor. Hij kon er zo mooi over vertellen. Ja, in Italië, daar heet het geen wijn, maar heet het vino of zo. Dat is wijn eigenlijk op zijn Italiaans. En ze hebben daar hele lekkere kaas, maar geen camembert. Nou, Kant heeft een hele tijd gewerkt aan een werk, het is gepubliceerd in 1781, einde van de 18e eeuw. En dat werk heet Der Kritik der reinen Vernunft. Niet te lezen. Ik heb het hier in huis. Maar ik zou, als ik jou was, zou ik mij de hoofdpijn besparen. Maar Kant leidt mooi af. Dat doet hij via de taal natuurlijk. Want meer heb je niet als metafysicus. Via de taal komt hij erachter dat wat er werkelijk is, dat je dat onmogelijk kan zien. Dat kan je niet waarnemen. Dus je neemt de Erscheinung, de verschijning van de werkelijkheid. En die Erscheinung, ja, die kan je waarnemen. Een kilo veren is net zo zwaar als een kilo lood. Dat is allemaal Erscheinung. En het werkelijke ding, dat noemt Kant ding aan zichzelfst. En dat staat gelijk aan God in de Bijbel. Waarbij de Bijbel dan veel specifieker is. En Kant zat een beetje met zijn handen in het haar, want aan hem werd gevraagd, van ja, het is allemaal leuk dat het een Erscheinung is en dat is het enige wat wij kunnen zien. En er is een werkelijkheid en die noem jij ding aan zichzelfst. Das, D-A-S, de Duitse taal. De werkelijkheid en das. Het is dat als Duitse. Of dat. Das Leben is het leven. Dus de werkelijkheid en het. Ja, hoe zit het dan met moraliteit? Nou, zijn eerste werk heette De Kritiek der reinen Vernunft. En toen heeft hij zijn werk geschreven over moraal. En dat heette De Kritiek der Oordeelskraft. Dat zou ik echt niet gaan lezen. Want dat klopt niet. Het is een gatenkaas. En na Kant, begin van de 19e eeuw, Kant zelf was net overleden, als ik het goed heb. Maar die was al buiten beeld, maar zijn boek, Kritiek de Reine Vernoemd, dat was er nog natuurlijk. Had een storm van reacties veroorzaakt. En Schopenhauer, die hele slimme jongen. En die heeft dat aangepakt. De draad opgepakt. En in 1840 heeft hij een werk ingeleverd bij de Deense Koninklijke Academie. Met een, wat hij dan noemt, een opstel. Dus een boekje van 300 pagina's of zo. Onder de titel Der Grundlage der Moral. Maar hij leidt dat goed af. Hij vult het begrip das als eerste in met het begrip wil. Want Immanuel Kant had met name die neutrale term voor dien aan zichzelf gekozen. Om helemaal geen conflict te krijgen met niemand niet. Maar Schopenhauer heeft, voordat hij die Grundlage der Moral ging schrijven, voor die prijzen, die Deense academie, Koninklijke Academie, had hij al dat begrip wil erin gezet. Want je kan net zo goed wil noemen. Want een wil kan je niet ruiken, een wil kan je niet zien. Je kan alleen maar van een wil een Erscheinung zien. Dus iemand kan wel zeggen van ja, ik wil graag. Dat is mijn wil. Ja, maar als het niet gebeurt. En met dat begrip wil, waarvan iedereen weet dat je dat niet kan ruiken. En, alleen maar de verschijning, de resultante of het resultaat van de wil. Dat kan je zien en dan kan je denken, hé, die had een wil. Dat is de moeder van mijn kind, die heeft, toen mijn dochter 3 was of zo, begon ze al te zeggen van als jij niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Nou, inmiddels is de hele boel uit elkaar geklapt. Ik zie mijn kind ook niet meer. Kijk, dat is haar wil. Haar wil. Dat is geen wil. Dat is belachelijk. Dus dat is immoreel. Het is niet de bedoeling dat een vrouw in het gezin even gaat zeggen dat die man alles moet doen wat zij maar verzint. En anders dan ziet die man zijn kind niet meer als een dreigmiddel. Dat is immoreel. Ja, maar dan was je vast een hele slechte vader. Ja, zeker. Ja, ik deed elke dag de afwas. Want zij hield niet zo van huishoudelijk werk in verband met de moderniteit van de tijden, zullen we zeggen. Vroeger zorgden vrouwen voor het huis, maar nu niet meer. Nu wordt dat eerlijk gedeeld. Dus een kwart doet de vrouw. En 75% doet de man. En ja, vanwege dat mannen altijd voorgetrokken worden, krijgen zij banen van 40, 50, 60 uur in de week. En brengen ze ook 1,5 keer zoveel salaris binnen. Maar dat is niet meer dan terecht. Want ze mogen toch 75% van de huishouding doen. Wat is dat nou? Je lacht je kapot hoor, met de immorele. Totaal niks waard. Totale belachelijkheid. Belachelijkheid, ja. Of belachelijk. Schopenhauer zijn these bij dat opstellen, het über die Grundlage der Moraal, over de grond der moraal, de basis, het fundament. Eens even kijken, wat zegt Google Translate over Grundlage. Dat is ook niet de beste translation. Grundlage. Wat zag dat woord? Ja, de basis. Ja, de basis der moraal. In het Engels heet het denk ik ook Basic of Morality. In het Nederlands is dat werk op de markt gezet, in het Nederlands vertaald, niet zo lang geleden. Is het in het Nederlands vertaald met de term, met de zin, dat ben jij. Ja, dat is wat het christendom ook zegt, we zijn allemaal kinderen van God. Dus zie jij een of andere persoon lopen, maar die persoon, daar ben jij. Niet dat iedereen even goed is, even aardig is. Om maar terug te keren naar het huwelijk, hè. Je moet daarom zo langzaam mogelijk kennis maken met iemand. Hè. Die verliefdheidsfase, hè, die verlovingsfase en dan pas wippen de wippen. Dat je goed weet dat je aan elkaar gelijk bent. Ik had ook tegen haar kunnen zeggen, van jij gaat een keer de afwas doen. Anders zorg ik ervoor dat jij je kind nooit meer ziet. Had ik ook kunnen zeggen. Maar dat doe ik. Dat deed ik niet. Haar zou dat ze heel erg gekwetst hebben. En ze zegt het dan wel tegen mij. Immoreel gedrag. En die moraliteit die dus bewezen is door Schopenhauer, dat het niet anders kan. Mensen dienen moreel te zijn. Punt. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is van een oude Chinees, die al lang dood is. Dat is 600 jaar voor onze jaartelling. In het noordoosten of zo, van China geschreven. Confucius was een moraalfilosoof. In de King James staat het ook. Maar dan andersom, maar dan positief. Hè? Doe tegen anderen zoals jij wil dat anderen doen tegen jou. In de Statenvertaling dat ook zoiets. Staat het ook weer precies. Ergens in het Nieuwe Testament. Ja, dat geldt. Dat vond Confucius al. En als je zeker wil weten waarom dat geldt, dan moet je hem even binnenstebuiten draaien. Want als dat niet de regel is, dan heb je twee mogelijkheden. Mogelijkheid A, doe waar je zelf zin in heeft. En als een ander daar last van heeft, waarom zou je daarover malen? Huh? En de tweede regel is, van, nou, er zijn twee dingen waar je zin in hebt. En die ene, daar hebben andere mensen misschien last van of zo. Maar dat weet je niet zeker. Maar als je dat andere gaat doen, dan weet je zeker dat ze er last van hebben. Nou, dan moet je voor de tweede kiezen. Het is maar wat je wil. Ja. Maar dat wordt dus helemaal niks, snap je? En de immoraliteit, die zie je dan ook bij die, noem het maar Babylon. Die Babyloniërs, voor zover je ze niet kent, hè. Dat is begonnen, de geschiedschrijving van de Babyloniërs, dat is begonnen in Babylon. Dat staat in de Bijbel allemaal. En de officiële, ook hoor. Hammurabi was de laatste heerser van Babylon. En die spelen een potje risk. Die Hammurabi die wist aan andere warlords, strijdheren, die ridders, die wist je te overtuigen van ja, die en die zijn enorme eikels en daar heb ik last van, maar jij ook. En ik dacht van, als we nou eens samen die boel in de pan gaan hakken. En dan liet hij die anderen, liet hij dan het meeste in de panhakkerij doen. Ja, dan was die, diegene die dat volk wat hij op het oog had, dat leger wat hij op het oog had, die waren in de mootjes gehaakt. En dan zei hij tegen zijn eigen leger, oké, nu mag je Henkes de kornaten afmaken. Ja, die waren half dood moe gevochten. Nou, dan werden die in de pan gehakt. Dan dacht Hammurabi, mooi zo, 2 vliegen in 1 klap. Leugenaar hoor, die... En het verhaal van Babylon, dat komt uit de Bijbel. Nou, in de Bijbel staat ook netjes hoe Babylon zich zou metasteren. Hoe dat van vorm zou veranderen en zou gaan verspreiden. In de Bijbel staat van nou 2 getallen in de gaten. Dat is het getal 10. Nou, 3 eigenlijk. Het getal 10, het getal 7 en het getal 4. En hou de kleuren in de gaten, die noemen wij paars en scharlaken. In het Engels is dat purple en scarlet. Het gaat om 7 heuvels, 10 koninkrijken. 4. Nou ja. Ja, goed begrijpen dat dit verhaal is opgeschreven door de heilige Johannes of zo, of Sint Johannes. Zo even erbij pakken. Kijk het nou precies in het Nederlands staan. Statenvertaling. Openbaring, en we zaten dan boven. Oh, de openbaring van Johannes. Nee, is dat niet de heilige Johannes? Ik dacht dat in de James wel St. John stond op zijn. Revelation. Ik kan me toch herinneren dat in de King James die ik aan mijn dochter heb gegeven, dat daar Saint staat. Dus heilige of Sint. Nou, daar staat het. Daar weer de Gerrit Hoek. Nou, Babylon is lekker tot macht gekomen, hoor. Totaal geloof. Ze hadden een filiaal in Egypte. Of Egypte had een filiaal in Babylon, dat weet ik ook niet precies. Egypte bestond ook al voor die tijd. Nou, Egypte hebben ze ook in de steek gelaten. Dan zijn ze doorverkast naar Griekenland. Daar zijn ze een soort wereldorde idee gaan beginnen. Met de Peloponnesische oorlogen. Ha, 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 ha. Grieken tegen de Grieken. Want Athene moest de baas worden. En Sparta die deed moordwerk wel. En toen door naar het noorden van Italië. Of nee, halverwege is dat, hè, Rome. Die Etrusken en zo. Nou, Rome is er nog steeds, hè. Dat weet je ook wel. Het Vaticaan dan. Nou, het Vaticaan heeft momenteel Amerika in de pocket. Dus als jij je afvraagt van, goh, Amerika heeft 900 militaire basissen all over de wereld. Jeetje, wat een maffe Amerikanen. Nee, dat is de paus. Of het pausdom. The papacy. Dat is Babylon. Dat is de antichrist. En die zijn immoreel, man. Verschrikkelijk. Mij vertelt dat ze beloofd hebben dat Europa, dat wordt een soevereine staat. Nou kijk Perry, moet je goed begrijpen dat je kan wel zeggen dat Nederlanders voor Nederland kunnen zorgen en Duitsers voor Duitsers. Maar je weet ook best wel dat we hebben die watersnood gehad in Nederland. Nou, en toen zijn jullie toch ook geholpen door de Polen om het water op te ruimen. Ja, voor 3 maanden lang. De rest hebben we zelf gedaan, hoor. Maar de Europese Unie heeft het idee van, jeetje wat slecht zeg, die afsluitdijk en die delta werken. En, nou, daar moet er een beetje toezicht op zijn, hoor, want anders gaat iedereen maar een beetje dijken lopen bouwen. Ja, straks heb je nog een wandelpad naar Engeland toe, nou dat moeten we niet hebben. Nee, natuurlijk. Het moet allemaal overgenomen worden. Nederland is niet meer soeverein, al heel lang niet meer. Duitsland ook niet. Duitsland is te gazen genomen, jongen, door de papacy. Pausdom. Wow. Zo. Neem Vietnam. Dat is ook de pausdom. Dat is Babylon. Vietnam was Babylon. Ja, het ging erom dat in het zuiden van Vietnam, daar woonden geen katholieken. Anderszins onderworpene... Wat het pausdom betreft, maakt het niet uit of je atheïst bent, communist, fascist, homoseksueel, kinderneuker, zeg het maar. Dat maakt het hun niet uit. Want zij zijn immoreel, dat is Babylon. Die kruistocht, hè, die ons niet in dank zijn afgenomen. En al die Mohammedanen kwaad op ons, of Arabieren. Maar dat waren wij helemaal niet. Dat was het pausdom. En ik ben niet katholiek. Ik ben ook niet anti, hoor, want als je anti-katholiek wordt, ja, dan krijg je nog meer katholieken. Ja. Of zoals ze zeggen, je moet niet krabben waar het jeukt. Maar een puinhoop is het wel. Het slaat helemaal nergens op. maar geen enkele, geen keuze over. Ja, maar wat moeten wij dan gaan doen? Nou, je gaat Kant begrijpen en Schopenhauer en dan natuurlijk Friedrich Nietzsche en Martin Heidegger. Maar daar ben je wel even mee bezig, hoor. Of je neemt de Bijbel voor waarheid aan. Een stuk makkelijker. Ja, maar er zijn ook apocryfe boeken en hoe zit het daar dan mee? Nou, die doen gewoon helemaal niet mee. Kun je altijd nog daarna gaan lezen, maakt niet uit. Niet belangrijk op dit moment. De Bijbel is al dik genoeg. Die King James die ik mijn dochter heb gegeven, die was 1132 pagina's. Dikker dan de Lord of the Rings, dacht ik. Weet ik ook niet zeker. Maar ik ben al zeker. Stom boek, pardon. Met Frodo. Eén ring om iedereen te regeren. Wat ik er slecht aan vind is dat je hebt dus één ring om iedereen te regeren, hè? En dat wordt dan opgelost middels magische krachten. En dan weet Frodo, weet dan die ring dan, of Sam, die weet dan die ring in het vuur te donderen. Ja, dan begint de vulkaan uit te barsten en dan kunnen ze niet meer terug en dan worden ze opgehaald door twee hele grote kraaien. Of één. Maar waarom zijn de Frodo en Sam dan niet even naar die vulkaan gebracht door een raaf, een kraai. Die hele grote. Kijk, want toen hadden alle kraaien vakantie. De vakantie was voorbij. Toen ze, oh, Frodo en Sam zitten bij de vulkaan. Oh, die gaan we niet ophalen. En dat was Gandalf natuurlijk, die zo toing. Kortom, een sprookjesboek. Dat is de Bijbel meer. Nou, kijk maar naar Babylon. En begrijp goed dat in jouw Bijbel het verhaal staat over Babylon. En niet in een ander boek. Die twee karakters, die waren allebei slecht of zo. Nee, man. Mensen zijn slecht. Mensen vinden alles maar leuk. Mensen doen lekker mee uit angst. En je moet helemaal niet angstig zijn. Ja, angstig zijn dat je de bus mist, want dan krijg je gezeik met je moeder. Maar ook daar moet je niet bang voor zijn, dan moet je gewoon de bus missen. Je moeder helemaal pissed off en zegt, ja mam, ik heb de bus gemist. Ja, maar hoe kan het nou? Ja, ik heb hem gemist. Is je moeder dan altijd op tijd? Nee, natuurlijk niet. Ik had een vrouw hier te slapen, helemaal niet op mijn verzoek, maar het kon niet anders. Ja, oké, nou. Maar dan 2 dagen later, dan miste haar laptop. En dan allemaal venijnige sms'jes. Oh nee, ze miste de voeding van het telefoontje. Ja, die moet je komen brengen, want ik moet wel kunnen bellen. Om erg belangrijk. Nou, ik hier gekeken, nou, ik ken mijn voedingen. En dan lag er eentje en die was niet van mij. Een heel kort kabeltje, dat was echt niet van mij. Ik kan niet weten waarom. Nou, die andere voeding meegenomen en nog een cd die ze had laten liggen. Helemaal naar de kroeg gelopen, ja, dat is ook niet zo vervelend. Een potje schaak gespeeld met de oude. Kan erg goed schakelen, tot mijn plezierige verbazing. 2 leuke potjes gespeeld. Hij won de eerste en ik won de tweede. Mooi 1-1. Maar zij zegt, dat is die voeding niet. Ja, dan weet ik het verder ook niet. Krijg ik even later een berichtje van haar van, ja, ik heb die voeding gevonden. Oké. Weer een paar dagen later krijg ik een sms, midden in de nacht. Ja, ik ben mijn laptop en mijn notebook en de voeding van mijn laptop ook kwijt. En die liggen bij jou. Zo, oh, nou, ik zal even kijken. Maar die liggen hier helemaal niet. Ik zei het terug, ja, die, nee, die liggen hier niet. Weer 2 dagen later. Nou, jij gaat goed zoeken en je gaat die laptop vinden. Want anders ga ik naar de politie. Nou, dan gaan we naar de politie. De politie mag je binnen hoor. Als de politie dan de laptop weet te vinden van die tante. Nou, dat is helemaal best. Dus ik hoef die laptop van haar niet. Een of andere zullige Windows-bak. Kan je niet te programmeren. Dat is totaal oninteressant voor mij. En trouwens, ik heb laptops genoeg. Wat moet ik met haar laptop? Totaal van de wereld af. En immoreel. En leest de Bijbel? Nee, helemaal niet. En hoe is ze opgevoed? Nou, katholiek natuurlijk. En nogmaals, volgens Babylon, het katholicisme is dat. Katholiek betekent universeel. Nou, volgens Babylon, maken niet uit. Atheïst, sodomiet, kinderverkrachter. En wat gaat daarmee gebeuren dan met ons? Nou, we gaan allemaal naar de kloten. Dat gaat er gebeuren. Ze geven kinderen van... Die zijn dan maar net geboren. Dan krijgen ze al een vaccin toegediend tegen hepatitis B. Ah, geelzucht is dat. Ja, het is een veel voorkomende ziekte onder mensen die promiscu... Promiscu betekent dat je neukt met iedereen. Ook met de buurman zijn hond. Dat promiscu gedrag. Nou, dan kan je hepatitis B van oplopen. Ja, niet van de hond van je buurman, maar wel van zo'n vrouw die dat ook met iedereen doet. En als ja, heroïne, dingen spuiten. Mag ik je naald even lenen? Ja, dat moet je vooral doen. Ja. Nee, we gaan kinderen van zoveel dagen oud, die gaan we even lopen inspuiten. Met thimerosal en squaleen en formaldehyde. Ja, zeg er maar eens wat van, want je wordt afgemaakt. Hè? Toch een mooie over moraal en geloof. Dus je gaat of zeker weten dat Schopenhauer gelijk heeft. Of je zegt, mijn zekere weten haal ik uit de Bijbel. En dat is voor mij genoeg. Ik vertrouw het woord van mijn voorvaderen. We zijn toch allemaal zo ongelooflijk afgunstig op... Nou, die autochtonen, die ouderwetse, van die natuurgelovigen, zoals de Indianen in Amerika. En die denken altijd aan hun voorvaderen. Ja, die hebben veel respect voor hun voorvaderen. Nou, koop een King James. Ik praat er geen Frans of zo. Wat is dat nou? Denk er even over na. Dat is jouw leven ook. En dat van anderen. Want zoals het nu doorgaat, gaat de BTW straks naar 30%, het hoge percentage. En dan gaat het lage percentage naar 21%. Slavernij heet dat. En die slavernij hebben wij verdiend. Dat is onze eigen schuld. Wij zijn ongelovig. Immoreel. Wij weten niks meer zeker. Wij geloven alles. Als er morgen een artikel in de krant staat dat je van naar vogeltjes kijkt, dat je daar longkanker van krijgt, dan geloven we dat ook. Dan gaan we alle vogeltjes vermoorden. En serieus. Wij zijn heel makkelijk te manipuleren. Super simpel. Ik ga afsluiten hoor. Maar waarom denk je dat Netflix zo goedkoop is? Nou, het is nu wat duurder geworden. Maar het kost er geen drol. Nou, dat komt omdat op Netflix er staat alleen maar bagger. Immorele bagger. Er is er eentje die ik erg mooi vond. Ja, wel meer hoor. Better Call Saul. Die vind ik erg mooi. Maar dat komt omdat het zo leuk in geacteerd wordt. Goed geregisseerd. Dat is echt geweldig gedaan. En dan moet ik wel lachen. Je ziet het plezier wat die mensen hebben aan het mogen spelen in een film voor Netflix. Dat is Zonen der Anarchie. Die andere dan, hè? De Better Call Saul heb je dat. Maar bij de Sons of Anarchy heb je dat ook. Erg leuk. Heel geheim. En in de Sons of Anarchy, daar speelt die vrouw in, die ook de moeder speelde. Dat was een Peggy met een Y. Peggy Bundy speelde ze. Ik kan ze opzoeken. Ja, die vrouw die heeft dan die heeft een open hartoperatie gehad. Die heeft een enorm litteken op haar, waar ze je opensnijden. Ja, die speelt erg leuk. Nou, Better Call Saul vind ik de leukste. Vooral met die eerman trouwt. Ja, Breaking Bad vind ik ook wel te doen. Ja, Better Call Saul vind ik is leuk. En meer jokes zitten erin. En mijn dochter die was helemaal weg van Jesse Pinkman. Dat is in Better Call Saul. Nee, in Breaking Bad, sorry. Daar zit Jesse Pinkman in. En zij is helemaal zo zwijmelen. Oh, Jesse op zijn hand. Jesse Pinkman. Oh, daar is hij weer. Een hele mooie jongen. Allemaal met drugs. En en dit over geloof en moraal en immoraliteit. En Babylon. Maar voor de rest, wat je dan ziet, het is echt bagger hoor. Hele slechte dingen zitten erin. En zo wordt je een beeld voorgespiegeld alsof de wereld zo is. Maar zo is de wereld helemaal niet. En neem zo'n film van Full Metal Jacket van Stanley Kubrick. Dan kan je denken, ja dat is een anti-oorlogsfilm. Nee, dat is helemaal niet. Want er wordt niet verteld dat die oorlog in Vietnam veroorzaakt is of gedirigeerd of geregisseerd door kardinaal Spelman. Die oorlog in Vietnam is begonnen in 1955. Dat was Spelman. Die dat even ging regelen. Ja, het Vaticaan had heel Babylon. De antichrist, die had heel Amerika in de pocket. Ze konden die mensen alles wijsmaken. Ja, vooral als je nog zo'n leugenachtige kardinalen. die niet vertelt tegen het Amerikaanse volk, we moeten luisteren, in Vietnam is niet iedereen katholiek en daar moeten we wat aan doen. Ja, had hij vooral moeten zeggen. Maar hadden al die protestantse jongens gezegd tegen kardinaal Spelman, dan zie je deze vinger en hoeveel van deze vingers passen er in jouw reet? Nou Perry, dat is grof taalgebruik. Nee, 30.000 dode Amerikanen. In body bags. Nee, dat is niet grof. Nou, dan mag ik best zeggen, dat had je tegen kunnen. Ja. Maar hoeveel vingers passen er in je reet? Ja, weet ik ook niet. Ik weet niet hoe die reet van... Ja, hij is al lang dood. Ik weet niet hoe die reet eraan staat. Beetje rekbare anus. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs, dat wel. En ik hoop dat ik jullie aangemoedigd heb om ja, oftewel de lange weg naar huis te pakken en Immanuel Kant te gaan doen. Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. Of je gaat je Bijbel lezen. En in beide gevallen, wacht even zo, je doet dus dat, je gaat Schopenhauer lezen of je gaat de Bijbel lezen. Of je doet geen van beide. Dus in alle drie de gevallen ga je dood. Ja, houd even in de gaten. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja. En op zijn hamburgers, Sari. Tjus. En dag lieverds.